is geschoten in het centrum van Almere vanochtend. Het was de politie die waarschuwingsschoten loste na een overval op een sportwinkel in de Stationsstraat. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Wie bedrijfsmatig honden uitlaat op de terreinen van Staatsbosbeheer in Zeewolde gaat daar voortaan voor betalen. Tijdens de coronapandemie is de druk op het bos flink toegenomen en Staatsbosbeheer wil regels en vergunningen rondom het commercieel gebruik. En in een 3-delige serie maak je kennis met de bewoners van het Oranjehuis in Almere. Het is dé veilige haven voor slachtoffers van huiselijk geweld. Een probleem wat volgens Veilig Thuis toeneemt in Flevoland. Vanavond allereerst het verhaal van Nok en haar zoontje. Het is woensdag 4 augustus. Dit is Flevoland. Goedenavond. Een overval vanochtend in Hartje Almere. De politie heeft bij de aanhouding van de verdachte ook waarschuwingsschoten gelost. De overval vond rond 11 uur plaats in de schoenenwinkel die Athletes Food aan de Stationsstraat, terwijl er mensen in de winkel waren. Ik zag eigenlijk keihard weg naar een persoon. En ik was gewoon binnen en toen zag ik hem rennen en toen 2 seconden later zag ik 3 politieagenten erachteraan rennen. Eén politieagent stopte net daar zo zeg maar iets verder dan de pion. Die loste waarschuwingsschoten. Nou, ik liep met mijn 2 kinderen hier in het centrum. We gingen vandaag wat boodschappen doen. En op een gegeven moment zag ik de T-Mobile gasten in paniek bellen met een telefoon. Toen wist ik al gelijk dat er iets gaande was wat niet klopte. Keek aan de linkerkant en toen zag ik 2 overvallers weer de winkel uitrennen. Niet lang daarna kwam de politie die 2 verdachten heeft aangehouden. Op een gegeven moment de politie kwamen alle kanten op. Toen ik op een gegeven moment de achtervolging inzette, kwam iedereen, omstanders, ook wat jonge gasten kwamen helpen. Op een gegeven moment was het eigenlijk zeg maar een ren om het gebouw heen. En op een gegeven moment had ik hem bijna. Toen flipte hij eigenlijk langs me. Ja, toen heb de politie verderop een schot afgelost. Zo zijn ze denk ik gepakt. Het is nog onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld in de schoenenwinkel en of er iets is buitgemaakt. Almere kan doorgroeien naar 400.000 inwoners in 2050. Er wonen nu ruim 200.000 mensen in Almere, dus in de komende 30 jaar verdubbelt het aantal inwoners. De gemeente heeft in een toekomstvisie beschreven hoe de stad richting 2050 zou moeten groeien. Nieuwe Almeerders gaan wonen in zelfbouwwijk Oosterwold of in Almere Pampus, een grote nieuwe wijk die naast Almere Poort gepland is. Ook in de bestaande binnenstad worden meer woningen voorzien, maar daar wil de gemeente vooral de hoogte in. Om te zorgen dat zoveel mogelijk Almeerders dicht bij huis een baan kunnen vinden, wil de gemeente bedrijven aantrekken in specifieke sectoren als ICT, logistiek en toerisme. Ook de kwaliteit van het onderwijs wil Almere de komende jaren verbeteren, omdat Almeerse kinderen in verhouding tot de rest van het land een groter risico lopen op onderwijsachterstanden en school verlaten zonder diploma. De informatiebalie op station Lelystad sluit vanaf maandag. Eerder konden reizigers al geen treinkaartje meer kopen bij de ticketservicebalie. De NS sluit landelijk een groot aantal balies omdat steeds meer mensen hun kaartje online kopen. De Lelystadse wethouder Luc Baten is teleurgesteld, maar realistisch. Op dit moment hebben we gewoon andere omstandigheden en we willen alles efficiënt, effectief en het moet zo goedkoop mogelijk. Ja, en je moet ook de mensen natuurlijk hebben om het uit te kunnen voeren. Na een motie van de gemeenteraad in januari van dit jaar moest Baten in gesprek met de NS om het bedrijf op andere gedachten te brengen. Dat is dus niet gelukt. Het is een keuze. Het is een bedrijf. De NS is gewoon een bedrijf. En het bedrijf is aan het kijken hoe ze op een andere manier in deze tijd kunnen faciliteren. En dat geldt ook voor de dienstverlening. Ja, nu wordt er ook vaak gezegd, hè, met het verdwijnen van dit soort functies. Ja, maar mijn oude moedertje heeft geen pasje of een app. Of mensen die laaggeletterd zijn, die snappen het allemaal niet. Daar moet service voor zijn. Ja, maar ik denk dat die service er ook wel kan zijn. Laten we dat voorop stellen. Maar dan moet je je reis inderdaad thuis gaan plannen. Kijk, en wat natuurlijk ook zichtbaar is, dat is dat we eigenlijk met onze giropas, om het zo maar te zeggen, met onze bankpas, eigenlijk gewoon kunnen reizen al. Hè? Want dat geldt hier bij de bussen al, dat zijn we aan het uitproberen. Maar het zal niet lang meer duren, naar ik aanneem. Dan heb je gewoon je bankpas en dan stap je de trein in. En dan stapt de trein uit, inchecken, uitchecken. Dus dan heb je op dat moment eigenlijk überhaupt geen kaartje meer nodig. Ja, en de treinreis begint steeds meer vanaf huis. Het besluit van de NS treft meerdere steden in het land.
De praktijk leert dat lokale overheden niet veel invloed hebben op besluiten die de Nederlandse spoorwegen nemen. We blijven absoluut ons inzetten in de richting van NS om er het maximale uit te halen. En wat wel belangrijk is, is nog om te vermelden dat de NS heeft toegezegd dat wanneer wij grotere evenementen of iets hebben, waardoor dat station eigenlijk in het middelpunt staat, dat we wel degelijk capaciteit inzetten als dienstverlening. Hondenuitlaatservices moeten voortaan gaan betalen voor hun activiteiten in het Horsterwold bij Zeewolde. Dat wil Staatsbosbeheer. Die vindt dat het te druk wordt in het bos. Volgens de nieuwe regels moeten de hussen gaan betalen voor een vergunning. Wolkenboud van Marjolein Korver is zo'n hondenuitlaatservice. Een stuk of 10 honden laat ze uit. 2 keer per dag. Lukt het om ze allemaal een beetje in toom te houden? Ja, de meeste wel. Af en toe heb je een hele jonge hond die net meegaat en die moet gewoon alles nog leren. Ja, dat is dan wel eens een beetje lastig, maar uiteindelijk leert hij het ook. Staatsbosbeheer wil met name de commerciële bedrijven die honden uitlaten, de hussen, in kaart brengen. Wat echt betekent is dat we bij Staatsbosbeheer eigenlijk in al zijn terreinen, ook hier in het Horsterwold in Zeewolde, voor commerciële activiteiten bedrijven die daarmee bezig zijn toestemming laten vragen. Korver is blij dat je nu eerst toestemming van Staatsbosbeheer moet hebben om te hussen. Want sinds corona zie je steeds meer mensen in de bossen wandelen, fietsen, honden uitlaten en er is ook sprake van wildgroei. We zijn er jaren geleden al mee bezig geweest vanuit Hus Nederland. Het was een belangenvereniging voor hondenuitlaatservices. En nu is de ellende begonnen die wij toen al aan zijn gekomen. En nu komen ze dus wel met regels. Die regels houden ook in dat bedrijven die toestemming krijgen om honden uit te laten ook geld zullen moeten betalen aan Staatsbosbeheer. 26 cent per hond, uitgaande van 5 werkdagen per week. Voor de hondenuitlaatservice wordt dat een stevig bedrag. Ja, dat ze geld willen hebben. Ja, wij verdienen geld in hun bos. Dus ze willen daar een graantje van meepikken, heet dat misschien wel. Maaiwerkzaamheden gaan door. Het wordt intensiever. Toezicht zal verhoogd moeten worden. Je bebording zal op peil moeten blijven. Dat gaat allemaal niet van de lucht. We hebben nog geen gesprek daarover met de boswachter gehad. Een bord zou mooi zijn om mensen te waarschuwen. Dat er hondenuitlaatservice, dus grote groepen honden kunnen lopen. Dat zou mooi zijn. Ik denk dat dat ook een hoop irritatie scheelt. Wanneer gaat het in die regel? Nou, ik ben nu nog 1,5 tot 2 maanden bezig, denk ik, met alles op papier te krijgen. Met alle uitlaatservices die zich al hebben aangemeld om daar de afspraken mee om te maken. Dus het is nu augustus, zeg eind oktober zo ongeveer, verwacht ik daarmee klaar te zijn. We gaan het zien. Jarenlang was het een begrip in Dronten, de Vlot, de experimentele lokale omroep. Vele tientallen, honderden uren aan beelden zijn in de jaren 70, 80 en 90 gemaakt. De videobanden zijn afgestoft, gedigitaliseerd en nu te bekijken bij het Flevolands Archief. Dit is een greep uit de vele leuke, grappige en bijzondere verhalen van bijna 25 jaar lokale omroep in Dronten. Startband. En vandaag hebben we het dan over kunst, waar de meningen natuurlijk altijd over verdeeld zijn. De lokale omroep in Dronten doet er alles aan om een zo breed mogelijk palet aan het publiek te tonen. Grote namen, kleine namen, van alles wordt getoond. Kunst in beeld is onze vaste rubriek over kunstvoorwerpen in de gemeente Dronten. Wie in ieder geval steeds weer ervan geniet, is onze presentatrice Lies de Visser. Deze week laat ze haar licht vallen door de ramen van kerkgebouw De Ark. Het stelt voor, we zitten hier in de kerk de Ark van Noach. U ziet verschillende beesten op het schip staan. Het is slow tv in de tijd dat het nog niet eens bestond. Er werd rustig alle tijd genomen om over een kunstwerk te praten. Dronter kunstenaars werden uitgenodigd om in de studio te praten over hun vak, zoals Ad Kuiper. Uw beroep is kunstenaar, waarin? Beeldend kunstenaar, in alles wat met het platte vlak te maken heeft. Etsen, gouache, olieverf. Ook de bekende Brits-Nederlandse beeldend kunstenaar Cyril Lixenberg schoof aan in de studio van De Vlot. In de gemeente Dronten staan veel werken van hem. Zoals de 3 vormen op de dijk bij Ketelhaven. Vierkant, cirkel en driehoek. Ik zeg altijd, de geometrie is in dienst van mij. Niet ik in dienst van de geometrie. Ja. Dus het is gewoon een basisvorm. In hetzelfde is niet echt interessant. We kennen dat allemaal, de driehoek, cirkel en vierkant. We leren dat op school. Ja. Maar het is wat je mee doet. En ja. Mijn werk nu is, ik noem het manipuleren, de knik, de buigen, de schuren.
Terug naar de schilderijen van de Dronter kunstenaar Ad Kuiper. Kunt u misschien wat vertellen over de etsen? Dit is bijvoorbeeld een ets die, ja, dat is van het prehistorische dorp in Lelystad. Ja. Dat is een zogenaamde realistische ets. Je ziet wat het is herkenbaar. En dan natuurlijk de oer-Hollandse vraag. Wat kost nou zo'n ets, heel onbescheiden maar? Ja, bijvoorbeeld van het prehistorische dorp kost 125 gulden op de lijst. Zelfs de ongemakkelijke vragen gaat de vlot niet uit de weg. Veilig Thuis Flevoland trok onlangs aan de bel. Het aantal meldingen van huiselijk geweld in Flevoland stijgt. Een zorgelijke ontwikkeling. Omroep Flevoland praat de komende dagen met 4 vrouwelijke slachtoffers van geweld achter de voordeur. Wat is hun verhaal en waarom stapten ze niet meteen op nadat de eerste klap was gevallen? From beginning he is nice. He take care of me every time and he handsome. Hij is meer van verbale geweld. Dingen die echt kapot maken van binnen. I knew him from the beginning when he didn't drink and I was thinking that I can help him. Ik schaamde me daar eigenlijk voor. 4 vrouwen. Alle 4 kregen ze te maken met geweld achter de voordeur. Ze kregen klappen, werden seksueel of psychisch mishandeld of opgesloten. Door de man van wie ze hielden. In 3 afleveringen doen ze hun verhaal. Ook om te laten zien dat er een uitweg is. In deze eerste aflevering zijn we op bezoek bij de 34-jarige Nok uit Thailand. Ze woont met haar bijna 6 maanden oude zoontje in het Oranjehuis in Almere. De plek waar vrouwen worden opgevangen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Sinds de geboorte van haar zoontje woont Nok in een van de appartementen in het Oranjehuis. Vanwege haar veiligheid kunnen we haar niet herkenbaar in beeld brengen. From beginning he is nice. He take care of me every time and he handsome. Dat was knap. Ja. Yeah. Wanneer ze bij hem intrekt en zwanger raakt, gaat het helemaal mis. He beat me when I'm pregnant 2020. He start to beat me. And I don't know what he think in the mind too much on. I don't know, we fighting also many times. I try to ask him why he fighting with me. He not answer me why he do. I not get answer. But it's many times he do. I try to get out from his house, but I cannot because he locked the door. He make me sleep by day. By evening, not make me sleep. Yeah, he closed the window, dark, telephone, nothing. I cannot connect no one. Je had ook geen telefoon? Nee. Je had die afgepakt? TV, เขาก็ไม่เคยเปิดให้หนูดู. เขารู้ว่าหนูท้องใหญ่ เขายังตีที่ท้องหนูเลย.ขนาดช่วงตอนนี้นะคะหนูเวลาหนูคิดถึงช่วงเวลาที่เขาตีหนูยังร้องไห้อยู่เลย Noodbed 2 gaan we bezoeken. Gastvrouw Carla laat ons een van de noodbedden in het Oranjehuis zien. Het is niet bewoond, dus wij kunnen er gewoon in. Ja, nou dit is zoals een noodbed eruit ziet. Hier hebben we 2 van, zeg maar, van deze grootte. Ze hebben een eigen kookgelegenheid, ze hebben een televisie, dus ja. Het enige nadeel is dat zij gewoon niet, als je als noodbed geplaatst wordt, dat je niet naar buiten kan. Dan heb je het zogenaamde code rood. En dan betekent dat je gewoon binnen moet blijven en dat de gastvrouwen worden gevraagd om de boodschappen en dergelijke voor ze te doen. Ja, want ik kan me voorstellen dat vrouwen hier ook soms komen in zo'n noodsituatie dat ze misschien wel helemaal niks bij zich hebben. Dat gebeurt ook, heel vaak. Dan hebben ze heel snel dingetjes bij elkaar kunnen pakken, zeg maar, in huis. En dan meteen mee met politie of op wat voor manier dan ook om hier geplaatst te worden. Maar ook daar hebben wij wel wat spullen voor. De eerste kleding, ondergoed en dat soort basisdingen. Ja, dat was dus het noodbed. Als de 3 noodbedden in het Oranjehuis vol zijn, gaan de vrouwen naar een andere opvangplek in Nederland. Voor Nok was er gelukkig een noodbed in Almere. Haar situatie was zo gevaarlijk dat ze meteen een veilige plek nodig had. Nou, ik had die noena. Nou, ik had lang, maar wat? Twee doe, twee doe. Maar lang, maar lang, maar lang. Nou, ik had mini geen kaai. Ik doe die bijna. Ik had 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 die
หนูก็พยายามร้อง I don't know what he angry what is I try to ask him what is it because anyway he will win for me okay I say to myself you can beat me too I die I ready for to die หนูไม่กลัวที่จะตายแล้วAntoinette de Geus werkt als gedragsdeskundige in het Oranjehuis. Ze ondersteunt de maatschappelijke werkers die de vrouwen helpen hun leven weer op te bouwen. Ze legt uit dat er veel verschillende vormen van huiselijk geweld zijn. Ja, bij huiselijk geweld denken we heel vaak aan fysieke mishandeling, het slaan, schoppen, duwen. Maar heel veel, er bestaat ook huiselijk geweld, ja, noemen we vaak intieme terreur, intiem geweld. Waarin vrouwen eigenlijk afgesloten worden van de buitenwereld. Dat kan heel geleidelijk gaan. Contacten met vrienden en familie wat verboden wordt door de partner. Het inkomen wat ingenomen wordt door de partner. De bankpas inleveren. Soms wordt er controle uitgeoefend middels camera's. Of een tracker op je telefoon. Waardoor de partner constant weet waar de vrouw verblijft. Waardoor haar wereld steeds kleiner wordt. De vriend van Nok sluit haar op in hun huis. 9 maanden lang is ze afgesloten van de buitenwereld. De deur op slot, de ramen geblindeerd. Ze mag zelfs niet naar een verloskundige. Wanneer de bevalling begint, komt er eindelijk hulp. Haar vriend belt een ambulance. Het moment waarop Nok kan ontsnappen. ค่ะพยาบาลที่เอารถไปรับหนูนะเห็นบ้าน Hoe was dat voor je dat je eindelijk kon vertellen wat er met je gebeurd was? ค่ะโล่งอกแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบว่าวันฉันคงได้ออกจากบ้านหลังนั้นแน่นอนแล้วช่วงนั้นหนูเจ็บท้องด้วยก็ทั้งเจ็บทั้ง En toen wist je ook meteen ik ga nooit meer terug naar hem. ใช่พยาบาลก็ปลอบใจหนูนะเขาก็ปลอบใจแบบ De allereerste hulp in het Oranjehuis is vooral praktisch. Gedragsdeskundige Antoinette de Geus. Over het algemeen, als vrouwen hier binnenkomen, hebben ze net heel veel achter de rug. En dan richt de begeleiding zich heel erg ook op praktische zaken. En kijken wat is er echt nodig om het veilig te maken. Dus dan zijn we nog niet zo bezig met hulpverlening op inhoudelijk vlak, op traumavlak. We bieden zelf geen behandeling. We kijken wel van wat is nodig op dit moment. Voor zowel de vrouwen zelf als voor de kinderen. En ze werken heel nauw samen hier in Almere met de praktijkondersteuner van de huisarts om te kijken van wat is er nodig. Die voert vaak gesprekken met onze vrouwen om te kijken van ga ik doorverwijzen naar de GGZ of nog niet of is een andere vorm van hulp beter. When you go to sleep, it all comes back. Yeah. The memories. Now I have to go to see the doctor to help me how to forget how the pain I have. หนูไปแล้วค่ะครั้งเดียวเอง just one time but Is that hard for you? Yeah, I still crying and you know when I'm not busy, when I'm alone, I'm still thinking back. I also hold my baby and cry. No. I try to say to myself, don't cry. De vrouwen in het Oranjehuis kunnen hun verhaal met elkaar delen. Bijvoorbeeld tijdens de koffieuurtjes, vertelt gastvrouw Anouk. Wij hebben 2 keer per week een koffiemomentje. Het is een soort van inloopuurtje waarbij we gewoon op een hele laagdrempelige manier beschikbaar zijn voor de dames. En die kunnen dan hier gewoon heel informeel in een hele huiselijke setting kunnen we gewoon met elkaar kletsen. En het kan overal over gaan, over persoonlijke dingen, maar ook als ze gewoon praktische vragen hebben, dan kunnen ze dat natuurlijk ook stellen tijdens het koffiemomentje. Ja. Je bent dus gastvrouw, Carla ook. Wat doe je dan precies? Wat is je rol? Wij zijn er om op een hele laagdrempelige manier beschikbaar te zijn voor de cliënten. Wij zijn geen hulpverleners, wij zijn er echt meer voor de praktische kant van het Oranje Huis. En hoe lang doe je dit werk al? Een jaartje eigenlijk, Oké, en wat vind je zo mooi aan? Je leert zoveel leuke dames kennen en vooral dat je ziet dat de dames hier ook gewoon groeien. Dat is gewoon heel mooi om van dichtbij mee te maken. En ook gewoon dat je toch door kleine dingen te doen gewoon ook impact kan maken op hun verblijf hier. Dat vind ik gewoon mooi, ja.
En dit was Flevoland voor vandaag. Wil je het item over de hondenuitlaatservices terugkijken of iets anders? Kijk dan op de gemistpagina op onze website omroepflevoland.nl of download onze app voor op je telefoon. Want ook daar vind je alle nieuwsitems terug. Geniet van je avond en heel graag tot later.